In de West-Friese gemeente Hoogkarspel waren de gemeentediensten sinds een zware brand in 1956 het oude raadhuis verwoestte, ondergebracht in een noodgebouw. Aan deze bekrompen behuizing kwam deze dagen een einde met de feestelijke ingebruikneming van het nieuwe stadhuis. Het opvallende gebouw dat is opgetrokken uit betonnen natuursteen en waarvoor in de tijd door de burgemeester de eerste steen werd gelegd, kreeg een op het gemeentewapen geïnspireerde gevelversiering. Grote ramen laten het licht vrij toe in het zeer moderne interieur. De officiële opening geschiedde tijdens een bijzondere raadsvergadering waarbij de commissaris der Koningin in Noord-Holland, Dr. Prinsen, de sleutel van het raadhuis overhandigde aan burgemeester Groot. Na 3 jaar heeft Hoogkarspel weer een volwaardig gemeentehuis gekregen dat een sieraad is voor dit kleine veilingplaatsje in de kop van Noord-Holland.